Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verhoerd. Zoals jullie zien heb ik vandaag een nieuwe weekvlog. Het is vandaag ook maandag. Ik heb net even een korte business meeting gehad van bedrijf van school. Verder zie je dat ik me al helemaal heb opgemaakt, mijn haar parfum, omgekleed. Ik ga vanmiddag namelijk naar de showroom van Bios Fashion. Gaan we gezellig live daar, lekker naar de kleding kijken. We gaan waarschijnlijk ook nog een mukbang opnemen, dus het wordt helemaal gezellig. Ik moet wel helemaal naar Dordrecht, dat is 50 minuten rijden ongeveer. Dus ik ben eventjes onderweg, maar maakt niet uit. Ik laat even zien wat ik aan heb. Zwarte kooltrui kettingen van mijn collectie, armband ook. Dan gewoon een blouseje en een legging. Gewoon even leuke, maar best simpele outfit. En ik kreeg altijd de vraag hoe ik mijn haar föhn. Ik heb hier een vlog online van staan waar ik dat in laat zien. En dat doe ik met de föhnborstel van Babyliss. Daardoor heb ik echt veel zin in koffie, dus ik ga koffie zetten. Ik weet niet, ik voelde me gisteren ook gewoon... Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik had gisteren dus niet gevlogd, want ik was echt een beetje dood van de drank. Maar ik heb dus altijd, als ik een kater heb en gewoon me kut voel, dan voel ik me ook gewoon echt mentaal kut. Ik ga echt kut over dingen nadenken. Ik heb echt gewoon geen zin meer in het leven. En dan zie ik het allemaal niet meer zitten. En dan zit ik er zo doorheen dat ik echt de hele dag gewoon zielig alleen in mijn bed lig te huilen. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik heb dat heel erg altijd. Maar dan word ik maandagochtend wakker en heb ik altijd weer helemaal zin in de week. Gewoon echt tegenovergestelde. Gelukkig maar. Maar ik vraag me dus af of ik de enige ben. Of dat ik gewoon echt een weirdo ben. Probably yes. Het is inmiddels bijna 1 uur. We hadden het namelijk iets later afgesproken. En ik heb net super veel TikToks gemaakt. Want ik was gisteren de hele dag op TikTok. En ik kreeg weer helemaal zin om TikToks te maken. Dus ik heb echt heel veel leuke TikToks gemaakt. Volg me nog niet op TikTok. Gewoon @SarahVerhoerd. Maar ik heb ook een stukje van de week vlog geëdit. Super goed bezig. En ik ga nu onderweg naar Julia. Alrighty, het is bijna 2 uur en ik zit nu in de auto. Ik ben er ongeveer over 35 minuten. Dus dan ben ik precies op tijd, want we zouden dus 2,5 uur afspreken. En het is echt mooi weer. Oh my god, het zonnetje schijnt zo lekker. En ik zit hier met mijn dikke teddyjas aan, dus ik heb bloedheet. Echt heel dom dit weer. Ik heb net even een banaantje gegeten, want ik had nog niks gegeten. En ik dacht voordat ik er ben en voordat we niet meer gaan filmen, want misschien gaan we nog eerst wat andere dingen doen, wordt het allemaal een beetje laat. Dus ik had even een banaan op. En ik heb deze week wel leuke dingen op de planning staan. Vorige week was een beetje saai week. Ik hoop dat ik hem nog een beetje leuker kunnen maken door McDonald's mukbang en zo te doen. Maar deze week wordt weer helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. Iemand had ook onder mijn video gereageerd van: are you okay? Because you're so sad. En I know, ik was echt een beetje sad of zo. Maar I got myself back. Het is inmiddels al een tijdje verder. Ik ben er met Julia. Hello. We hebben de hele dag eigenlijk een beetje gezellig zitten praten, gekletst. Ja. En ja, ik ben natuurlijk nu bij jouw showroom. Hoe noem je het? Showroom? Ja, het is een showroom. Ja. Ja. We gaan vanavond ook nog even live. Ja. Dus we gaan zo meteen een mukbang. Lekker sushi eten. Ja. Dat was nog heel gezeik, joh. Ja. We konden het niet bestellen. Nee. Via thuisbezorgd kon het wel, maar niet via die site. Dus we hebben hem allemaal zitten bellen en zo, maar dat komt pas om 5 uur. Ja, dus IJsland moeten we het alsnog afhalen. Ja. Dat is heel raar, want hier tegenover staat een billboard met 20% korting. Ja. En wij willen bestellen en je kan hier niet bestellen. Dus ja. Wij bellen. Nee, kan niet. Postcode bestaat niet hier in het systeem en blah blah. Ja. Nou, helemaal gezeik. Dus nou, we gaan het nu zo meteen ophalen, want het is hier eigenlijk letterlijk 10 minuten vandaan. Ja. Dus we gaan zo meteen voor mijn kanaal Sushi Mukbang opnemen. Die komt, als deze video online staat, aankomende zaterdag online als het goed is. Maar ik kan wel even een kleine tour geven hier. Ja, moet ik jou filmen of wil je... Nee, ik ga jou filmen. Dus jij moet de tour geven. Jullie hebben zelf ook een YouTube kanaal. Ik denk dat misschien de meeste van jullie haar wel kennen. Ja, of niet.
Ja. Ik vind het niet. Maar ik heb dus een half jaar geleden ben ik een webshop begonnen. En ik vond dat zo leuk. Alleen ik miste gewoon de interactie met de mensen die de kleding kochten. Dus nu heb je zeg maar de mogelijkheid om te komen in de showroom. Ik heb er een soort winkel van gemaakt. En dan kun je zeg maar op afspraak shoppen. Ik ben ook wel benieuwd wat Sarah ervan vindt. Ja. Ja, het ziet er in ieder geval heel mooi uit. Ja, het hangt soort van een beetje op kleur. Want hier heb ik een paars, maar dan hangt bijvoorbeeld ook zwart en een beetje wit. Hier allemaal nude kleurtjes. Ja, dit is echt mijn favoriete afdeling. Oh, love it. Want wat is jouw favoriete kleur? Ja, nude, beige. Echt geweldig. Dit is heel mooi. En dit hier ook. Printje, ja, ja, die beige kleur. En zwart en zo. En blauw. Ja, blauw. Je hebt wel blauw aan nu. Ja, inderdaad. Ja, en hier liggen hier allemaal ook. Hoeken en zo. Oh ja, zo, dat is me ineens opgevallen. Ja, het zijn heel veel. Want elke keer als mensen komen, dan denken ze dat dit het is. Maar als je goed kijkt, hier. Oh! Maar aan die andere kant liggen ook nog veel. Oh joh. En allemaal schoenen hier. Ja, aan de onderkant. Dat valt ook niet echt op volgens mij. Maar. Ja, oh, dit jasje vind ik ook al leuk als ik dat nu zo zie. Precies. Dit jurk. Ja, die ook. Heel leuk. Ja, ik ben weer te druk. Maar ik had van tevoren een beetje bedacht wat ik echt bij jou vind. Ja. En dan pak je precies de dingen waarvan ik dacht dat past bij jou. Die oh, wat leuk. Die setting dress, die laarzen en zo. Hier een spiegel. Ja, die vind ik ook heel leuk. Iedereen vraagt altijd waar die vandaan is. Oh ja, bij mij ook altijd. Waar is je spiegel en je lampen van? Ja. En hier een leuk bankje. En ik heb mijn haar geveund, maar het ziet er alweer niet meer uit. Nou, we hebben net de sushi mukbang opgenomen. We hebben net sushi mukbang opgenomen en Julia is nu live op haar Insta. Hallo. En ik heb uit de hele showroom mijn favoriete dingen uitgekozen en ik heb dit hele rek vol. Echt, ik heb het nog inhouden. Ik wil het liefst gewoon alles passen. Ja. Maar ik ga nu alles passen, dus dan ga ik jullie dat tussendoor ook een beetje laten zien. Ja, de kleur, die past wel goed bij jou. Dit is dus de leather look split broek met die blazer. Oh, dat is mijn vlogcamera. Ja, ik dacht ik ga voor jou een beetje filmen. Moet je maar kijken wat je doet. Ja, jongens, wat vinden jullie ervan? Ja, die mensen onder de video moeten de outfits beoordelen. Welke is het leukst van? Daar ben ik wel benieuwd naar. Fits. Nou, ik probeer me dus wel gewoon elke dag echt leuk aan te kleden. Want... Ja, ik ook. Maar dan voel je je ook wat energieker of zo. Ja, die broek is wel een beetje... Ja, ik zou dit niet kiezen eigenlijk. Anders toch... Maar deze leuk, is wel heel leuk. Maar... Kijk, het is leuk, maar ik denk dat er andere leuke dingen bij zitten. Ja, ik vind het, ik vind het heel mooi, maar inderdaad, ik zie jou dit ook weer niet zo snel dragen. Nee, ik zou dit niet dus uit de kast pakken. Het past niet bij jou, terwijl ze het wel heel mooi vinden. Vinden ze het wel leuk? Kijk. Ja, ik heb nu een hele leuke outfit. Ja, een soort comfy two-piece sweater met een rok. En een split. En een hele leuke Dr. Martens onder. En deze hele fabulous jas. Heel leuk is dit. Dit is echt helemaal Sarah. Also. Ja. Nou, ik heb nu echt mijn favoriete item aan. Ja. Dat is deze blazer dress. Met deze, hoe heet deze schoenen? De Amazing Snake Heels. Nou, echt hele leuke jurk. Ja, ik vind dit ding echt mijn favoriet. Maar weet je wat ook wel grappig is? Net vroeg iemand dus wat mijn favoriete item was. En ik zei, ik weet het niet, maar de blazer is sowieso een van mijn favorieten. Maar dat is het ook, want die staat ook iedereen echt mooi. Oh my god, ik zie er niet uit. Het is inmiddels ook 11:15. Ik ben nu pas thuis. Het was echt een hele lange dag. Maar het was wel echt, oh my god, mijn haar. Het was wel echt zo gezellig en ik heb... Fucking leuke dunne jongens. Oh my god, ik ben echt verliefd. Ik ga het morgen allemaal laten zien. Het is echt niet normaal leuk. Ik heb morgen 2 shoplogs van Payos Fashionist en van Wardens weer. Dus dat ga ik morgen allemaal laten zien. Maar ik ga nu echt slapen, want ik ben kapot. Je kan het ook echt aan mijn hoofd zien. Ik zie er al niet uit. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb nu eerst een training van mijn eigen bedrijf. Social media training. En daarna ben ik vrij voor de dag. Ga ik jullie alle spullen laten zien dat ik heb gekregen van Wardens. En daarna ga ik werken. Ik ben echt doodmoe, want gisteren sliep ik laat. En ik heb vanochtend om 8:00 wakker. Ik werd niet wakker. Ik werd wel wakker, maar niet aan mezelf. Oké, guys. Ik heb mijn haar een beetje geheund. Ik weet niet wanneer het laatste is dat ik heb gevlogd. Maar ik ben in ieder geval klaar met de training. Ik weet niet of dat had gezegd. En daarna had ik een soort,
met mijn mentor een gesprekje. Ik had jullie beloofd om nog de spullen te laten zien die ik van jullie heb gekregen. Ja, het is zeker een kijkje waard. Ze heeft echt zo leuke dingen zoals jullie gisteren in de showroom hebben kunnen zien. Ze heeft echt zoveel leuke dingen. Ik kon ook echt heel moeilijk kiezen. Maar ik heb echt mega leuke items. Wil je nou iets bestellen? Doe dat dan met mijn kortingscode Sarah. En dan krijg je 15% korting. Dus dat is super chill. Maar ik ga het even laten zien. Als eerst deze tas. Voor de mensen die de live hebben gezien. Die konden eigenlijk wel raden dat ik deze tas wilde. Deze tas is echt zo leuk. Echt love it. En hij is lekker ruim. En dat is heel chill. Want ik moet altijd nog een extra vlogcamera meedragen. Ja, dat is een tas die niet ruim is. Echt het meest irritante wat er is. Dus deze tas is lekker ruim. Heeft hier nog een voorvakje voor je telefoon of zo. En hij ziet er gewoon super leuk uit. Dan, ja, de laarzen die ik gisteren al aan had. Jongens, deze zijn zo gaaf. Kijk hoe mooi. Het zijn lange laarzen met slangenprint. Eigenlijk dezelfde print als het tasje. Dus die zijn echt super leuk te combineren. Ja, dit zijn echt helemaal mijn dingen. Ik ga zo meteen de outfit laten zien. En ik heb zelf in maat 38. Of nu maat 39. En ze vallen een beetje klein. Dus als je deze wilt bestellen, zou ik een maat groter bestellen. Nou, deze gecombineerd met deze geweldige blazer dress. En ik heb zo vaak blazer dress besteld. En ze zijn al te kort. Dat komt omdat ik gewoon brede heupen heb, waardoor dat veel, zeg maar, in beslag neemt, waardoor het wat korter wordt. En ik heb deze dus ook in de maat L, want bij maat M was het gewoon te kort. En ik vind ook niet dat een oversized blazer dress mag ook wel een beetje oversized zitten. I love it. Ik ga zo meteen de outfits aandoen. Dan deze mega leuke beige trui. En op de achterkant staat Dior. Zo leuk. Echt. I love it. Dit is een one size trui. En deze heb ik gecombineerd met deze hele leuke pantalon. Deze is ook van slangenleer. Zwart. En deze loopt, zeg maar, wijd uit. Dus hij is aan de onderkant echt ruim. Zit er echt veel ruimte. En ik heb deze in de maat L. Want ja, mijn reet past er gewoon niet in. Het is echt zo irritant. Maar als jij niet zo brede heup hebt, dan is hij valt gewoon normaal. Maar ja, die rits ging gewoon niet dicht bij mij. En dan heb ik nog een super leuke jas. Bruinige donkerbeige kleur. Het is echt van een hele mooie stof, zoals je kan zien. En deze heeft een super leuk koord, dat je hem zo dicht kan maken. I love it gewoon. Dit zijn echt items waar ik zo blij mee ben en zoveel aan ga hebben. Maar ik ga ze nu allebei de outfits even aandoen en dan laat ik het lekker zien. De blazer dress is aan. Dit is hem. Ja, ik vind het echt geweldig. Het ziet er zo leuk uit. Dit is zo'n leuke outfit. Ja, de blazer dress zit gewoon echt perfect. Heerlijk. Ik vind hem zelf niet te kort. En dan deze laarzen eronder om het helemaal af te maken. Het kaartje zit er nog aan. Maar deze hele leuke tas erbij maakt het helemaal af. Ja, dit is echt een top outfit. Dan de tweede outfit is deze outfit. Leuk met het tasje ook te combineren. En ja, deze trui is echt vet leuk van de achterkant. Dit is dus een pantalon, dus hij valt wijd aan de onderkant. De onderkant valt hij dus wijd. En ik vind dat echt heel leuk. Ik heb zelf nog niet zo'n broek dat wijd valt. Je kan hem zo in je broek doen. Je kan het er ook gewoon lekker zo oversized doen. Hij zit heerlijk. Ja, ik vind het echt super leuk. Ja, dan kan je deze vet leuke jas er bijvoorbeeld op doen. Maar deze jas kan echt op van alles. En je kan hem dus gewoon zo open dragen. Dan zit het zo. Maar je kan hem ook vastmaken. Dat ga ik nu even doen. En zo ziet hij eruit als hij vast zit. Ik vind het echt heerlijk. I love it. Super lekkere warme jas. I love it. Jongens, en verder heb ik ook de pakketjes van Wardens binnen. Ik heb één doos, een zak. Mega doos!
Ik heb als eerst een polo. En het klinkt echt raar van, hoezo als meisje een polo? Maar ik zag dit dus bij andere mensen op TikTok. En ik dacht, misschien is dat echt wel vet leuk als meisje. En ik vind het nog niet eens zoveel heel verkeerd staan. Dit kan je vet leuk sportief combineren met een rokje of zo, zag ik dus. Ik vind het echt heel leuk. En ik heb deze in het donkerblauw. En ook in het wit met blauw. Maar ik denk dat dit misschien wel iets jongensachtig wordt met deze blauw. Wit en blauw. Maar ik vind deze echt heel leuk. Ik kan hem wel even aandoen. En ik heb ze trouwens in de maat M. Nou, dus zo raar vind ik deze ook nog niet eens staan. Alleen ik denk dat dit net een te jongense blauw is. Net niet een blauw wat ik aan zou doen. Maar op zich, al zou het in een andere kleur zijn. Ik vind het in die donkerblauwe kleur wel leuk. En ik vind het wel leuk dat ze dan wat oversized vallen bij een meisje dan. Dat ze echt zo strak om je heen zitten. Dus dat. En dan als volgende heb ik gewoon een basic witte trui. Deze heb ik lekker in een maat L. Zodat hij lekker oversized is. En dit gaat sowieso helemaal naar make-up zitten. Ik heb nu lekker deze witte oversized trui aan. Heerlijk. Ja, hij is echt heel lekker van zacht van stof. En ja, dit zijn gewoon zulke chille, basic truien die je gewoon lekker aan kunt doen om te chillen. Lekker zacht, lekker oversized. I love it. Het is gewoon echt super chill. En Wardens is dus een soort, eigenlijk een soort groothandel. Hoe meer stukjes je koopt, hoe goedkoper dus per stuk worden. Dus dit voor het stel je hebt een bedrijf dat je prints wil laten er maken, kan je dat heel goedkoop via Wardens doen. Sowieso is alle kleding er al veel goedkoper als dat je een basic trui bij de H&M zou kopen ofzo. En de levertijd is echt mega snel. Het was er echt binnen een week allemaal. Dan gaan we door naar deze kleine doos. Oké, wat ik hier zie is een witte basic sweater. Dus het is zonder capuchon. Dit is echt een sweater. En deze heb ik ook in de maat L, want deze wil ik ook... Ik wil alles lekker oversized. En je moet sowieso wel een maatje groter bestellen op deze site. Als dat je op een Nederlandse site zou doen. Ja, net zoals met Shein. Nou, deze zit eigenlijk weer top. Lekker oversized. I love it. Net zoals eigenlijk deze zit een beetje hetzelfde formaat model als de Dior trui die ik net aan had. Dus ja, ook echt top. En deze heb ik ook in het zwart. Nou, deze ook in het zwart. In het L. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Zit ook goed. Top. Lekker. Ja. Niks over te zeggen. Gewoon lekker zwarte, simpele trui. I love it. Door naar de grootste box. Deze is echt huge. Het eerste in deze is eigenlijk heel simpel. Maar dat is zo'n wit tasje. En ik gebruik deze tasjes eigenlijk best wel vaak. Zo voor boodschappen of als ik gewoon een snel tasje nodig heb. En ik heb deze ook in het zwart. Maar nu heb ik hem ook in het wit. Dan heb ik eigenlijk ook twee simpel basic sportshirts. Ja, de laatste tijd ben ik wel bezig met sporten. Ik heb deze allemaal in de maat M. Ik heb deze in het donkerblauw. En in het zwart. Want ik weet niet, ik mis gewoon echt gewoon zo'n basic sportshirtje. Dat vind ik gewoon super chill. Nou, deze zit eigenlijk heel goed. Gewoon perfect. Leuk op een sportlegging, wat ik nu ook aan heb. Ik heb hem toch even snel aangetrokken om het te laten zien. Maar ja, de blauwe zit hetzelfde. Zit ook goed. Voordat ik het volgende item heb laten zien, heb ik het mijn shirt al uitgetrokken. Maar leuke lila hoodie. Ik vind deze kleur de laatste tijd zo leuk. En ik zag deze, dus ik dacht, een keer lekker een hoodie in een ander kleurtje. Het is echt van goede kwaliteit stof. Hij is echt lekker dik. Perfecte maat. En ik vind hem heel leuk. Touwtjes zijn leuk. Kleur is leuk. I like it. Verder is het alleen maar deze hoodies, maar dan in andere kleuren. Ik heb hem namelijk ook in de kleur donkergroen. Ik heb ze trouwens volgens mij allemaal in de maat L. Ja, want ik wil ze lekker oversized. Ik had vorige keer maat M. En dat zijn gewoon lekker strakke truien, maar ik wil ook gewoon lekker oversized truien. Deze in de maat L ook groen. Donkerblauw. In het zwart. Dan in het rood. Hij ziet er op beeld veel roder uit dan hij werkelijk is. Maar het is echt een donkerrood. Oké, ik vond het toch stom. Ik laat ze ook nog even zien. Zwart. Donkerblauw. In het groen. Ook heel leuk voor de winter en herfst. Ik had weer de laatste trui uitgetrokken voordat ik de laatste drie items zag. En dat zijn namelijk drie basic shirts in het wit, zwart en donkerblauw. Dus die ga ik ook eventjes aandoen. Deze heb ik trouwens allemaal in de maat M. Ik hou echt van die basic shirts. Wat je lekker leuk met sieraden kan combineren. En dan een leuk jasje erover. I love it. Deze heb ik ook in het wit. En als laatst ook in het zwart.
En ja, ik merk zelf dat ik deze shirts echt super vaak pak. Ik vind het heel chill. Allemaal in de maat M. Dus ik zou alles wel een maatje groter willen. Dan ben ik het echt oversized. Misschien wel 2 maten groter. Maar ja, het is echt een super chille site. Alle linkjes staan in de beschrijving. Alle informatie staat in de beschrijving. Er zit iets in mijn haar hier. Ik weet niet wat het is. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik zit op een scooter. Ik heb heel veel stress gehad. Ik heb gisteren gewerkt. En ik ben letterlijk bezig geweest tot 10 uur of zo. Ik was echt 10:30 thuis. Mijn haar ziet er niet uit, want het zit echt in mijn jas. Maar zo, ik zie me beter, maar dan hoor ik me weer niet. Maar, toen ben ik dus naar mijn vriend gegaan. En toen vanochtend had ik les. En toen had ik opeens stress. En toen moest ik naar de bus. Dus nu ben ik onderweg naar de bushalte. En ga ik onderweg naar school, want ik moet weer naar school. Dus helemaal chaotisch. Het is echt super mooi weer gewoon. Dus ik zit lekker op mijn scootertje. Je ziet mij echt absoluut niet. En ik zie er niet uit. Maar dat jullie het even weten. Nou, het is inmiddels alweer 4 uur. Ik zit de hele dag op school met mijn girlies. Hey! Voor Social Learn. En ja, ze zijn een beetje dingen aan het fixen. En we beginnen een beetje al klanten te krijgen. Dus dat is wel leuk. En vanavond ga ik nog met Isabel en Bo een sushi mukbang opnemen. Ik ben weer thuis. Ik heb zo meteen om 7 uur opgehaald door Isabel. Dan gaan we sushi ophalen. We gaan de sushi mukbang opnemen. Dus ik ga me heel even omkleden. En iets meer opmaken weer. Ja, het is echt 1 tering zo in mijn kamer. Dus ik moet het allemaal even opruimen. En morgen ga ik de Shein shoplog opnemen. Woehoe! Echt super veel zin in. Ik heb trouwens vandaag de outfit van About Your Session aan. Ik heb het tasje iets langer gemaakt. Dat het niet zo'n schoudertas was, maar dat je hem zo om je heen kon doen. Dat vond ik wat leuker. Zo. Echt love deze jas gewoon echt oprecht. Dus even opnieuw opmaken. En morgen ga ik de Shein shoplog opnemen. Ik ga alles in elkaar editen. En ik kreeg zoveel lieve feedback op mijn vorige week vlog. Waarin ik vertelde dat ik het allemaal even lekker zag zitten. En er gewoon even een beetje doorheen zat en zo. En jullie hebben echt zo lief gereageerd. Echt, als ik dat lees dan denk ik echt, oh jullie zijn zo leuk. Want jullie zeiden allemaal van ja, nee, maar we vinden het juist leuk om gewoon te zien. En je bent gewoon lekker jezelf. En je hebt echt de leukste vlogs en zo. Dus dan denk ik echt van, oh guys, jullie zijn zo cute. Echt heel erg leuk om te lezen allemaal. Echt love jullie echt. Echt een toppertjes. Maar in ieder geval, ik zie er echt niet uit. Ik heb helemaal een rode koude neus, want het is echt koud buiten. We wilden eigenlijk nog leuke foto's in Amsterdam maken vandaag, maar er is niet van gekomen. Het was toen al donker toen we naar huis gingen. Ik ben mijn zus. Hallo. We hebben lekker de sushi opgehaald en die gaan we nu zo meteen dan filmen met bootje. We gaan lekker mukbangen met de zussen. Nou, mijn andere zus is er ook. Hey. Zo, over beleefdheid en zo. En we gaan lekker de sushi eten. Zie je mij ook niet meer van je? Ja. Wou niet door deze? Ja. Maar eigenlijk wil je deze doen? Ja. Nou, we zijn klaar met de mukbang filmen. Ja. Yeah. Ik zit echt heel. Nou, ik gewoon niet normaal. Ja, ik ben gewoon meestal lui van al dat vieze eten. Ja, maar jij eet het zo vaak. Ja. Ja, je moet echt andere video's bedenken. Ja. Maar ik nog wel, ik bedoel, ja. Zeg maar, het is voor mensen heel leuk. Maar op een gegeven moment, als je elke week 2 keer een week sushi eet en 2 keer een week Mackie. Ja. Voor je video, dan is het gewoon niet meer grappig. Nee, oh, en ik had ook zeg maar gevraagd van, wat vind je nou leuk? Ik kreeg alleen maar sushi Mac, sushi Mac. Ja, wat vind je anders leuk om te kijken? Ik zou het zelf ook niet weten. Nee. Nee, ik ook niet. Hele ravage. Ja, we moeten wel eens opruimen, want de buren komen straks naar huis kijken. De buren? Welke buren? Pas? Die. Ja, die komen een drankje of zo. En dan willen zij zien. Hè? Nou, wij hebben hier net een video opgenomen. Willen jullie ook lekker een hapje, buren? Ik ben inmiddels thuis. Ik heb wel lekker gegeten, maar ik eet de laatste tijd veel te veel sushi. Dus ik vind het niet echt lekker meer of zo. Maar ja, ik had Isabel beloofd om deze mukbang op te nemen. Ja, ik wil echt geen sushi, maar Isabel en Bo wel.
Dus ja, en dus 2-1. Ja, mijn kamer is echt nog steeds one big mess. Dus ik ga alles opruimen. Ik ben zo moe. Well, I look like shit. Maar ik ben net wakker. Ik heb eindelijk even een keer uitgeslapen. Het is 10:30. Ik was zo moe namelijk. En ja, ik weet niet. Ik had gewoon nodig om uit te slapen. Ik ga even beneden koffie drinken. En dan gaan we zo lekker klaarmaken. En dan ga ik de Shein shoplog opnemen. Woehoe. Alright. Ik heb me helemaal gefliekt. Ik heb de hele ochtend mails beantwoord. En een beetje gechilled. Ik had eindelijk een vrije dag. Ik had wel online les, maar dat had ik echt geen zin in. Ik heb me helemaal opgemaakt. De hele setting staat hier al klaar. Dit is mooi opgeruimd. Doos is nou ready. Ik ga alleen heel even wat eten voordat ik ga beginnen. Het is nu 2:30 en mijn haar is ook nog nat. Dus dan wil ik sowieso nog niet filmen. Ik ga het zo wel even filmen hoor. Maar ik ga eerst even een croissantje eten, want dan mijn moeder lekker gehaald. De meest simpele outfit aan die er bestaat. Maar, want ik ga toch allemaal andere outfits aantrekken. Ik heb deze trui sweater aan van Chiquel. En ik heb deze legging, zwarte sportlegging aan van H&M. Nou, lekker chill. Dit staat helemaal ready, dus dat ga ik zo filmen en ik ga eerst even wat eten. Oké, het is inmiddels alweer 2:30. Ik heb even een paar filmpjes gekeken. Heerlijke vrije dag, echt gewoon alleen maar chill en gewoon een video opnemen. Superleuk. Ik ga even mijn haar feunen en dan ga ik de shoplog opnemen. En vanavond heb ik ook niks te doen, dus ik ga vanavond gewoon lekker een avondje voor mezelf houden. Heerlijk. Jongens, even tussendoor. Dit is voor de weekvlog. Ik voel me echt heel erg. Ik ben shoplog aan het opnemen. En ik ben mijn vriend aan het pranken. Want ik had gewoon gezegd dat ik vandaag niks ging doen. Ik zeg niet dat ik bij een jongen ben. Ik ben echt kut. Ik denk ook niet dat ik dit in de weekvlog ga doen. Het is inmiddels alweer 8:30. Ik heb al gegeten. Ik ben nu een TikTok aan het maken. En denk ik, ja, dit is echt een leuke TikTok. En dan kijk ik hem terug. En denk ik, nou, wat een kut TikTok. Het is zo saai en stom en niet origineel. Dus ik maak echt wel 100 TikToks. Maar ik vind het gewoon allemaal kut. Het is echt irritant. Lekker deze trui aan van de shoplog. Er zitten allemaal super leuke items bij. Dus ik ben er echt heel blij mee. De shoplog staat al online als je hem wil zien. Als je er benieuwd naar bent. Oh my god. Guys. Ik heb zoveel positieve energie. Ik was dus de hele dag super futloos. Ik had helemaal geen energie. Ik had nergens zin in. En toen lag ik net in mijn bed. En toen dacht ik, weet je, ik ga even iets leuks doen op mijn Instagram. Dat is een mega leuke bericht van Alsari, je bent zo leuk. Ik ben zo'n leuke YouTuber. En ik moet gewoon huilen van, zo lief zijn jullie echt. Oh, ik vind het zo lief wat jullie allemaal zeggen. En dat jullie zo blij worden van mijn vlogs. En dat jullie het zo leuk vinden dat ik ook gewoon ja, de realiteit van het leven laat zien. En dat jullie bijvoorbeeld soms zo onzeker worden van Instagram. En ik denk, girl, tuurlijk laat ik de kut dingen zien. Ik bedoel, ik word zelf ook hartstikke onzeker van social media. Ik lig soms ook echt in mijn bed van, ik doe alles fout en kut. En daarom wil ik juist jullie over laten komen van, this is the reality, weet je. Ik denk alleen maar als je laat zien hoe leuk je het hebt, dat je leven volgens mij helemaal niet zo leuk is. En dat je alleen maar de rest probeert te overtuigen van hoe leuk je leven is. Heel erg bedankt iedereen voor alle lieve comments. Ik kan me dat gewoon niet beseffen, maar het doet me echt heel veel goed. Dus weet zeker, als je iets stuurt, ik lees het en het doet me echt heel veel goed. Sorry dat ik niet altijd reageer. Ik probeer echt zoveel mogelijk mensen te reageren. Maar ik ga nu wel echt slapen. Ik ben echt mega moe. Iets anders wat ook niet de reality is, is mijn hoofd right now met al deze make-up nu. Dus ik ga het er allemaal lekker afhalen. Make-up eraf. En dit is wel de reality. Morning. Het is vandaag vrijdag. Ik heb me nog niet opgemaakt. Dat ga ik nog doen. Wel heb ik mijn haar alvast een beetje gefeund. Want het zat echt, zeg maar, ontploft. Ik heb mijn nieuwe outfit aan van de Shein shoplog van gisteren. Zo'n superleuke witte blouse en een spencer. En ik heb dan gewoon een
spijkerbroek op aan. En deze superleuke laarsjes. Super cute outfit. En ik ga hem heel eventjes opmaken. Ik heb gisteravond laat allemaal Black Friday dingen besteld. Mijn make-up zit weer op. Ik heb vandaag een wat subtielere look gedaan. Ik heb alles wat minder heftig gedaan. En ik heb alle stappen gedaan, maar gewoon meer een daily make-up. Want op een gegeven moment heb ik wel heel veel make-up op. Dat ik dacht van, oké, weet je, prima als je iets gaat filmen of iets. Maar ik ga vandaag niet eens wat doen. Dus ik krijg ook altijd de vraag over welke mascara ik gebruik. En dat is deze van Essence, de Princess Lash. En deze van Pupa, de Vamp. Die is echt, deze maakt het echt gewoon bam. En ik ga nu naar beneden. Ik ga de hele dag editen. Ik heb trouwens zometeen ook les over een uurtje. En ik ga van alles editen en doen. Ik zie er nu heel slim uit. Ik krijg altijd vragen over welke montuur ik heb, waar ik mijn bril vandaan heb. Maar ik heb gewoon een montuur van de Opticien waar ik zat of zit. Dat heet Specs in the City. Het zit volgens mij alleen in Alphen aan de Rijn. En dit is gewoon een montuur van hun. Dus het is niet van een bepaald merk of zo. Want ik heb mijn bril eigenlijk alleen op achter de computer. Ik heb lekker mijn koffietje en ik ben aan het editen. Ik heb over 5 minuten even les. Dus dan moet ik even die les volgen. Maar dat is heel kort. Ik ben helemaal klaar met de video editen. Daar ben ik heel blij mee. Oké, dit was heel awkward. Fietste iemand langs. Niet dat. Echt. Wat gebeurt hier? Je hebt hier namelijk gewoon meteen de weg aan mijn huis. Maar het is bijna 2 uur. Ik ga zoveel wat eten. Ik ga denk ik een tosti maken. Want we hebben lekker ham. En dan kan ik nu een tosti van kaas maken. En vanavond staan we normaal altijd met z'n 4 op werk. Vanaf met z'n 2. Dus het wordt echt een hel. Jongens, jullie moeten echt die aflevering kijken van het Sinterklaasjournaal dat ik presenteer. Want het is zo grappig. Check dit even. Welkom bij het Nieuwkoop Sinterklaasjournaal met Sarah Verwoerd. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken en welkom bij het Sinterklaasjournaal. Ik ben Sarah Verwoerd. In de vorige afleveringen zagen jullie dat de Sint en de Pieten nogal tegen wat problemen aanliepen. Oh my god, het was een heel gedoe, maar de video staat eindelijk online, helemaal ingepland en al. En de video van Sinterklaasjournaal staat online, het is inmiddels 3:15. Ik heb het zo druk gehad, ik heb gewoon nog steeds niet gegeten, dus ik ga nu echt die tossie maken. Dan ga ik nog een kwitantie of factuur iets moet ik voor iets maken. En dan wil ik eigenlijk nog TikTok in elkaar zetten, maar ik denk dat ik dat niet ga redden voor werk. Zo, ik heb me heel snel omgekleed. Ik heb een sportleger en een trui. En ik ga nu snel naar mijn werk toe, want ik ben echt alweer wild. Nou, ik ben inmiddels terug van werk. Jeez, ik zie er echt niet uit. Het is echt, het was echt tering laat, dus ik ben echt dood. Nou. Ik ga vanavond niet heel veel doen. Nee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 10:30. Ik ben helemaal opgemaakt, omgekleed. Ik heb hetzelfde als gisteren aan, maar ik wil leuke foto's maken in Amsterdam. Ik ga namelijk zo meteen naar Amsterdam. Cadeautjes kopen voor Isabel en Bo, want dat gaan we samen vieren. En voor mijn ouders, allemaal leuke kerstcadeautjes. Want het is natuurlijk gewoon een soort van Black Friday sale nog. Dus ik hoop niet dat het te druk is in Amsterdam. Want dat zou echt kut zijn. Nou, ik ben in Amsterdam. En het is echt tering druk. Ik heb nu even een lekker broodje van de Subway met chicken teriyaki. En ik ben lekker cadeautjes aan het kopen voor Eat and Bo. Superleuk. Nou, we zijn dus aan het shoppen, maar echt overal staat een rij. Het is echt gewoon niet leuk. Dus ja, we hebben nog niet zo heel veel winkels kunnen bezoeken. Ik kan ook niet echt heel veel leuke dingen vinden. En het is allemaal veel te druk. Dus we gaan nu even naar de Mediamarkt. We zijn al bij een nieuwe telefoon kopen eigenlijk. Dus even kijken. Nou, we lopen echt in Amsterdam en het is zo mistig opeens. What the fuck? En we waren dus net de hele tijd in een Mediamarkt. Want mijn vriend wil een nieuwe telefoon kopen, dus hij heeft nu de iPhone 11. Maar we werden echt niet geholpen, dus het was echt heel irritant en duurde heel lang. En hij heeft ook zo'n Chromecast gekocht. Je hebt echt veel gekocht. Ik heb echt niks, ik heb echt maar een paar cadeautjes. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. Het is gewoon al helemaal donker. Ja, ik heb niet echt
heel veel gekocht. Ik heb een paar cadeaus voor Isabel en Bo, maar dat ga ik niet laten zien, want misschien zien ze deze vlog wel. En ik denk als, ja, als deze vlog online is, dan heb ik het nog niet gegeven. Dus dat zien jullie allemaal in de vlog als we het gaan vieren. Ga even je telefoon kijken dan. Ja, ik wil een beetje dus te kijken naar de beelden. Mijn vriend heeft dus de iPhone 11 gekocht. En hij heeft zo'n beschermlaagje er al op gedaan. En zeg maar, de mensen in de Mediamarkt zeiden van je hebt echt geluk. Want hij heeft dus nog oortjes erbij en een oplader en een nieuwe iPhone. Zelfs iPhone 11 en zo krijgen dat ook allemaal niet meer. Lekker wijnen met z'n meiden. Alright, het is inmiddels al 10:15. Ik ga nu gezellig met Isabel naar vrienden. Isabel komt, ik ga in ieder geval naar mijn vriend rijden, want daar slaap ik vanavond en daar komt Isabel me ophalen. En ik heb dus net voor mijn wimpers deze primer gebruikt van Essence. En hij werkt echt top. Dus even hoe lang mijn wimpers zijn. Het is echt ziek. I love it. Ik zie er niet uit. Het is inmiddels zondag. Het was gisteren super gezellig. Het is 2:00 en ik was bij mijn vriend geslapen, maar mijn vriend moest al werken om 10:00. En ik had zoveel zin in McDonald's, dus ik ben nu bij de Mac. Dus ik ga dat lekker opeten. Ik heb een McChicken menu. Love it. Ik vind mezelf echt zo kut, want ik loop alleen maar te janken dat ik dik ben. En dat ik gezonder wil eten. En ook 8 appelen vallen. Nu doe ik dit. Het is gewoon raar. Ik snap het niet, want ik vind het oprecht echt kut dat ik dik ben. Ik ben niet dik, maar er zit wel een vetrol. Maar dit is gewoon te lekker om te laten liggen. En ik ben echt zielig dat ik alleen ben, want ik wilde dus met vrienden, maar niemand kon en iedereen was al geweest. Ik ben helemaal niet meegevraagd. Ach, zielig. Hij zei zo. Ik ga even een YouTube filmpje kijken. Want ja, ik ben toch alleen. Het zijn hele knapperige frietjes. Lekker. Maar ik vond juist die zachte frietjes lekker. Lekker een McChicken. Heb ik niet vaak. Ik had er wel heel veel zin in. Ik heb lekker een iced tea. Zo goed. Oh my god, yay! Mijn pakketje van de Douglas is binnen. Ik hoopte er al op. Allemaal dingen bij de Douglas besteld met Black Friday. Allemaal make-upjes besteld en huidverzorging. Ik ben de laatste tijd echt bezig met mijn huidverzorging. Vroeger hoefde ik daar echt niks voor te doen en ik had een mooie huid. Maar ik merk de laatste tijd dat ik echt wel een beetje last had van puistjes en zo. En ja, ik dacht nee, dit gaan we niet doen. I love this. Als eerst een concealer in een hele donkere kleur genomen. Dat ik ermee kon contouren. Ik heb deze namelijk ook van LA Girl. Maar deze hadden ze niet meer. Die hebben ze niet bij de Douglas. Ziet er wel uit als een beetje dezelfde kleur. En dit is in de kleur Toast. Die krijg ik heel vaak te vragen. Maar het is in de kleur Toast. Deze heb ik in de kleur, volgens mij, Cappuccino. Van The Ordinary Serum. Ik zie dit zo vaak voorbij komen. En ik ben hier dus zo benieuwd naar. En ik vond het echt niet duur. Het was 7,50 voor zo'n heel potje. Maar ja, dit moet je onder je dagcrème doen. Dan heb ik een nieuwe dagcrème van Douglas. Dat zou ik dus normaal nooit kopen. Want hij was 20 euro, maar nu was hij 14 euro. En volgens mij is deze echt zo heerlijk. Volgens mij, oh, zit je huid hier zo lekker van. Het ziet er ook gewoon echt uit als een heerlijke crème. Oh, wat lekker fris. Mijn hele huid voelt meteen gewoon geweldig. Deze crème is echt top. Dan heb ik Fix Plus Spray van MAC. En deze was op. Deze heb ik altijd gehad. Oh my god. Ik heb mat besteld. Kutzooi. Waarom zie ik dat nou weer niet? Nou, ik heb matte Fix Plus. Dan heb ik hier een brow mascara van NYX.
Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Oh, mijn vader belt mij. Hi. Waar zit je dan? Boven. Hé? Net? Ja? Oh, ik denk, waar zit die school hier nou? Joh? Dan heb ik van Zoeva een heel mooi oogschaduwpalet. Ik heb al dus zo'n oogschaduwpalet van Zoeva. Maar ik was heel erg benieuwd of deze ook goed is. Deze heeft 6 kleuren. Oh, zo mooi. Love it. Lekker klein, compact. Dan heb ik als laatste 2 oogschaduwkwasten. Van Zoeva. Wat een mooi mapje zit erbij. Dit is Free Crease. En dit slaat echt nergens op, want één zo'n kwast is 8 euro. Dus dat is echt gewoon geld verspillen aan poep. Maar ja, zo ben ik. En deze is wat kleiner voor... Deze is heel plat. Voor zo een beetje meer. Nou, het is echt precies dezelfde kwast. Ik weet niet waarom ik dit heb besteld, maar ik had echt geen idee wat ik moest doen met mijn leven, waarschijnlijk. Want dit slaat echt helemaal nergens op. Nou, dit ga ik allemaal weggooien, al die troep. Maar heel erg blij mee. Alright, het is inmiddels avond. Ik heb iets van... Nou ja, ik heb eigenlijk bijna geen make-up op. Ik heb vooral even een beetje mascara en bronzer op. Ik ga gezellig met mijn vriend naar de film vanavond. We gaan naar After We Collide of Collide of... Maar Isabel zei dat het een hele leuke film was. Dus daar gaan we heen. En dan blijf ik bij hem slapen. Morgen ga ik naar de koffiekamer. Dus de andere week vlog. Zo. Yep. Mijn favorite jacket ever aan. En dit mega cute tasje. Een flare broek. En deze laklaarsjes. Like it a lot. En mijn haar zit echt niet. Het is heel vettig. En bleh. Maar ik ga nu naar hem toe rijden. En ik heb mijn spullen al klaar. Nou, ik ben echt te in leven op het moment. Ik weet niet wat het is. Ik wil de muziek heel iets zachter doen. God, helemaal fout. Maar ik zit in de auto. Nou, ik leek wel wit spook. Ik zit in de auto. We zijn onderweg naar de bios. Maar je hebt dus ook een deel 1, maar die hebben we helemaal niet gezien. Dus ik hoop dat we de film nog een beetje begrijpen en dat leuk wordt. We hebben lekker Maltesers. Wopper. Ik zie er echt niet uit. In ieder geval, we zijn net klaar met de film. Vond je de film leuk? Prima. Ik vond het wel leuk, vooral gezellig. Maar we zaten echt letterlijk met 2 andere mensen. Super chill. Gewoon eigenlijk soort bij een privébioscoop. Maar we gaan nu naar huis en het is echt tering koud. Nou, weer gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Het is inmiddels weer maandag. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven en op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei!